Emilie Haspels, pionier in de archeologie. Het Midas-monument in de Frigische Vallei in Centraal-Anatolië in Turkije. Genoemd naar de legendarische koning Midas, die alles wat hij aanraakte veranderde in goud. Het indrukwekkende grafmonument bij het plaatsje Yazlikaya ligt in een heuvelachtig gebied waar valleien worden afgewisseld met grillig gevormde rotspartijen. Hier woonden zo'n 3000 jaar geleden de Frigiërs. Hun beschaving en de monumenten die ze achterlieten werden aan de vergetelheid ontrukt door een Nederlandse wetenschapper die hier in de jaren 30, 40 en 50 van de vorige eeuw baanbrekend onderzoek deed. Emilie Haspels, een pionier in de archeologie. Wie was deze bijzondere vrouw die zichzelf de laatste van de reizigers noemde? Haar onderzoek over Attische olievazen, waarvoor ze in heel Europa onderzoek deed, geldt nog altijd als het standaardwerk op dit gebied. In de jaren 30 vroeg het Franse instituut in Istanbul haar onderzoek te doen in de Frigische Vallei. En de rest, zoals men zegt, is geschiedenis. Professor Hemelrijk was haar assistent in de jaren 50 en herinnert zich nog goed hoe de omstandigheden waren. We reisden door het gebied en we waren dus ook in dat Midas monument dorpje. En dan ging je daar slapen in een plek, dat heette de Oda, dat is de dorpskamer. En de dorpshoofd, dat heette de Mochtar, die reed je dan welkom en dan mocht je daar slapen. Dan, alles gastvrij, hè? Je mocht nergens voor betalen. Het huisje in Yazlikaya, waarin de archeologen maandenlang woonden, staat nog altijd overeind. Bu gördüğümüz ev Emilie Haspels'in kazı evidir. Aynı zamanda da eski muhtarın evi ve kazı yaptığı zaman Emilie Haspels bu evde kaldı. Burada yattı, kalktı ve şimdi de şimdiki köyün muhtarı da benim. Dat het Midas monument is een van de mooiste monumenten die er zijn. Dat is een ding van 16 meter hoog, als ik me wel herinner. En dat is helemaal gaaf nog. Maar die rots is heel hoog en die is helemaal met geometrische motieven versierd. En dat is erg nauwkeurig gedaan. Dat zijn motieven van ongeveer een centimeter dik. Maar je kunt ze door die zon heel goed zien. We hebben alles wat archeologisch interessant zou kunnen zijn opgenomen. Ze heeft uitstekende foto's gemaakt, altijd met een goede belichting. Ja, soms om 7 uur 's ochtends op, dan kwam de zon op, dan was er net goede licht. Dus uitstekende foto's en ik heb er de tekeningen van gemaakt. Ze was ongelooflijk gedreven en ze gaf nooit op. Zij was onverschrokken erbij. Ze is door honden gebeten, ze is door een stier op de horens genomen en ze hield het allemaal uit. Het is fantastisch. De verhouding was verder heel goed. Ze was, ondanks haar toch moeilijke karakter, denk ik, heel gemakkelijk in de omgang op die reis. Heel gemakkelijk. We hebben nooit een woord gehad dat verkeerd viel. Ik herinner me niet dat we ook maar één ruzie hebben gehad. Samen met Jaap Hemelrijk werkte Haspels in de jaren 50 verder aan haar onderzoekingen die ze in de jaren 30 was begonnen. Ze wilde alles zien en alles documenteren en vastleggen. De Frigische Vallei is nog altijd een dun bevolkt, agrarisch gebied, waar kleine dorpjes worden omringd door de resten van antieke beschavingen.
Nu is de vallei goed toegankelijk en makkelijk te bereiken. Maar dat was in de jaren 50 wel anders. De primitiviteit was geweldig. Het was allemaal wat boerenkarren van die piepende wagens en zo. En wij hadden een behoorlijke grote boerenkar met 2 paarden ervoor. Het werk was niet altijd gemakkelijk. Je moest ergens onderkruipen, bijvoorbeeld, er was een relief. Hè? Dan kon je, dan lag dat relief zo. Dan moest je dat rubbercement er zo op doen met een borstel. En dat stonk er vreselijk en dat kwam in je haren. En toen ging je er onderuit. En een uur of 4 later kon je het er gewoon afscheuren. Haspel schreef meer dan 20 jaar aan haar boek The Highlands of Frigia, haar monumentale werk over de Frigische Vallei. Dit hele gebied was vrijwel onbekend en zij heeft het helemaal geopend en ook alles vastgelegd. Geweldig boek van gemaakt. Zij is met mij begonnen omstreeks, nou ja, zeg maar 1953, maar 56. En het boek is pas uitgekomen in 1971, moet u nagaan, dat is een levenswerk. Haar familielid kan zich nog goed herinneren hoe Haspels woonhuis in Abcoude tot de nok toe was gevuld met aantekeningen en naslagwerken. Al de paperassen, al de boeken, alles lag altijd helemaal vol met spullen. En dan moest je vragen, Mimi, waar kan ik gaan zitten? Ja, pak dat stapeltje maar op en leg dat dan maar daar neer. Dan weet ik dat dat stapeltje daar ligt, kan ik het later weer vinden. Ze was misschien wat afstandelijk en op zichzelf, maar voor de familie was ze altijd Mimi. Mijn oudtante was een vrouw, ja, altijd druk, altijd bezig, maar altijd wel open voor de familie, zeg maar. Niet voor buitenstaanders, maar wel voor de familie. Tante Emilie was veel te moeilijk en dus dat werd door die kindertjes Mimi, Mimi genoemd. En eigenlijk is dat gewoon zo gebleven. Behalve familie waren ook vrienden voor Haspels zeer belangrijk. Bijvoorbeeld met de beroemde Turkse archeologe Halet Çambol, die haar in haar Frigische onderzoek had bijgestaan. Een andere vriendin voor het leven was prinses Juliana. De relatie van Mimi met het koninklijk huis is een bijzondere geweest. En vooral met toenmalige koningin Juliana. Juliana benijdde ook Mimi enorm voor haar vrijheid. Dat ze zomaar overal kon gaan en staan waar ze wilde. Dat ze kon reizen. Dat ze geen gevolg had, dat ze gewoon de koffers kon pakken en kon gaan. De correspondentie is erg leuk, omdat je daarin ziet waar ze het over hadden. Het waren koetjes en kalfjes, maar ook een bedankbriefje onder andere van Juliana over de cadeaus van Mimi. Lieve juffrouw Haspels, wat een enig cadeau hebt u ons allen gestuurd in de vorm van Turkse bellen voor de Ierse schapen. De kinderen zijn er verrukt van, de klank is erg mooi en ik verheug me erop die vroege zomerochtenden door het open raam in mijn kamer te horen doordringen. Ik vind het zo aardig u na al die jaren terug te zien, met veel liefs van Juliana. In de Tweede Wereldoorlog kon Haspels niet weg uit Istanbul en probeerde zo goed mogelijk met allerlei bijbaantjes te overleven. Maar haar rol voor de familie en haar vrienden was heel belangrijk. Zij stuurde dus pakketten met voedsel, rozijnen, krenten, droge worst, thee en sigaretten. En vooral die sigaretten waren natuurlijk een prima ruilmiddel in oorlogstijd. En daar heeft ze mijn oma en andere leden van de familie enorm mee geholpen in de oorlog. Na de oorlog werd ze hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. En bij die functie hoorde ook het directeurschap van het Allard Pierson Museum. Van al haar reizen hield ze ook persoonlijke dagboeken bij, haar boekie, dat gelukkig bewaard is gebleven. Wat ik hier heb, is het eigenlijk verzamelde dagboek van mijn tante. Dit is helemaal handgeschreven, soms ook met potlood, met een kriebelhandschriftje van Mimi. Soms heel lastig te ontcijferen, ook met allerlei verbeteringen en kantlijnopmerkingen. Ja, we hebben daardoor een enorm document van haar reizen in Turkije te pakken. Het Midas monument, daar sprak ze natuurlijk heel veel over. Want dat was natuurlijk toch haar levenswerk. Ze voelde zich in Frigië zeer zeker ook thuis onder de bevolking. Ze zei altijd, bij mij thuis in Klein-Azië.
Ze sprak vloeiend Turks, dus ze kon makkelijk communiceren. Ze was heel gek op de dorpsgenoten. Vooral de vrouwen sprak ze veel mee. Daar heeft ze ook vriendschappen mee gesloten. Ja, eigenlijk altijd vol liefde over het land.